De autoriteiten spannen zich in om in te spelen op het vraagstuk van de mogelijke cyanidevervuiling. Gisteren heeft een delegatie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu samen met deskundigen een bezoek gebracht aan de getroffen gebieden in Brokopondo. ABO-parlementariër Fogati Aseri heeft zondag tijdens de Kruutu de samenleving van het gebied opgeroepen om met de tot hun beschikbare middelen in te spelen op de situatie. Vooral als het aankomt op het vraagstuk van watervervuiling. Aseri adviseerde de mensen tot nader order flessen water te gebruiken. Het assembleelid zei met een ieder mee te voelen omdat hij zelf van het gebied afkomstig is. Mijn familie heeft een politie en ik heb een stuurmeer. Dus dan, voor mij is het een familie die ik heb. Ik heb een tak naar Amukia Laufia, daar is een soort van Laufia en een alibi, daar is een soort van en een city toe. Ik heb een tak naar de vrouw, omdat ik heb constateren dat ik een stuurmeer heb. Ik heb een stuurmeer die ik heb gedaan voor Bakan en ik heb een stuurmeer. Mijn vraag is, hoe zijn de mensen dan op de man op de gehoor als chauffeur dat aan voor stap P, pin abron voor P als dat tegen motor? De politicus geeft aan dat hij het op prijs zou stellen als de mensen van het gebied voorzien zouden worden van durotanks om regenwater op te vangen. Volgens BEP-parlementariër Ronnie Asabina spelen er belangen rondom het spraakmakende gebeuren en vindt het jammer dat de samenleving van een heel district het gelag moet betalen. Vandaag heeft vicepresident Brunswijk het gebied bezocht.